Deze doet mij dus echt keihard denken aan de jeugdherberg toen ik toen kwam op Erasmus. Dat was even crappy. Ah, wel een goedkoper. Deze niet. Ja. Die ook niet. Ook niet. Die ene die in het begin tonen, vind ik al een optie. Die. Je ziet zeker niks met zo bedekte lijken, dat lijkt me. Nee. Nu, we zijn volop aan het werken op Belgische slachtoffer. Ik kan slecht naar heel dat we dat wel nog... Ja, maar een foto van een Belgische slachtoffer naar beneden gaan kan? 50% kans op dit moment. Hoeveel hangt ook van uw titel af, weet je? Iets van waanzinnige dodenrit, iets van die strekking. Ja. En gewoon opnieuw? Ja, die opnieuw moet er ook bij. Maar enkel opnieuw. Oh, enkel opnieuw. Ja. Dat is wel sterk, hè? Opnieuw. Van heroïsche discussies van wat is de juiste front. Iedereen, je weet dat alle krantenredacties op dat moment op zoek zijn naar dat ene beeld, naar die titel die juist zit. Dus ieder aspect van de krant maken op zo'n dag gebeurt onder iets meer adrenaline dan gewoonlijk. Goed, maar ik ga je laten nu. Hè. Allee, dag je mamakke. Ja, maar je moet je geen zorgen maken. Ik dacht dat ze hem wel al hadden, hè? Maar ze zullen hem wel vinden. Ik ga voorzichtig zijn. Allee. Dag, hè. Tada. Het is hier wel extreem stil, zo vind ik. Pardon? Somos de la prensa. Podemos pasar o no? Perdón? ¿Somos de la prensa? No, no pueden pasar aquí. Ok. Sí. ¿Hay otro lugar donde podemos pasar? No, a la Rambla no pueden acceder. Ok. Dat blijft heel belangrijk ter plekke te gaan. Dat is het belangrijkste. Als je ter plekke zit, dan zit je met je neus op de feiten. Hè? Oren, ogen, dan zit je echt aan het scannen. Dat is echt hier, want je ziet daar, als je zo daardoor kijkt, dan zie je zo wat onverge... gereden dingen van zo'n kiosk. In films en zo, als je dan de journalisten daar ziet staan na een overlijden, dan zijn we allemaal smeerlappen. Terwijl dat je daar zelf ook staat met een krop in je keel, hè, en dat je daarna daar ook echt niet goed van bent. Ah, wie zou willen nog? Dirk, ze hebben de naam. Elke. En wat is de bron? Hyperbetonné, oké. Ze mogen niet zeggen waar we het hebben, maar source hyperbetonné. Hyperbetonné. Dat betekent dat ze redelijk zeker zijn. Pieter, bevestigen zonder enige twijfel? Ja. Het is elke van... We hebben dus twee onafhankelijke bronnen. Uw bron is de politie. Dus kun jij nog checken bij Zuid-Prins dat uw bron niet de politie is? Dat we zeker zijn dat we twee bronnen hebben. We moeten niet zeggen wie dat is, maar ze moeten wel zorgen dat we niet op één bron antwoorden zijn. Er is altijd het risico dat de ene bron het van de andere weet, maar noem maar op. Maar de regel in de journalistiek is twee bronnen die onafhankelijk van elkaar zijn. Allee, daarnet hadden we ook iemand die gezegd had van het is die. Blijkt dat die gewoon in Tongeren rondloopt. Ja, dat wil je niet meemaken, dat je die dan in de krant zou doodverklaard hebben. Ja, jong, we gaan proberen de buren daar te horen. Hè. Probeer nog even. Ja. Als we natuurlijk nog iets kunnen toevoegen aan wie die vrouw is. Buitenland 1 van weg. Ja, goeiedag mevrouw. Ik ben Dirk Koosmans, journalist van de krant Het Nieuwsblad. Sorry dat ik u nog zo laat stoor, maar wij vernamen dat een van de slachtoffers in Barcelona iemand is uit Tongeren. U woont een huisje of drie verder. Je hebt goede journalisten nodig die aan de ene kant heel gedreven zijn om dingen te achterhalen en tegelijk respect hebben voor slachtoffers, voor mensen die hoogstwaarschijnlijk de ergste dag uit hun leven aan het beleven zijn. Je moet gewoon blijven normaal functioneren. Iemand die vermoord is, dat is erg. Hè? Dan moeten we gewoon... Ik kan dat goed, dat dan erg vinden. Allee, ik bedoel, ik kan dat goed. Dat gaat voor mij vanzelf. Ik vind dat dan heel erg. Ja, excuseer me.
We hebben het uit verschillende bronnen vernomen en dan, ja, we zijn er redelijk zeker van dat het om haar gaat. Weet u wat zij deed van job? Bij de post. Haar zoon speelde die voetbal. Ik ben er kapot van, hè. Oh, sorry, mevrouw, dat ik u er mee overval. Veel sterkte. Beste, hè. Ja, dag. Ja, dat was de buurvrouw. Die wist dat nog niet, hè. Oei. Ja, dat is... Maar ja, goed, dat is niet te vermijden. Ik heb dan mij ook verontschuldigd en gezegd van sorry, mevrouw, ja. Wat kan ze zeggen over die vrouw? Kan ze daar wel... Ja, dus ze werkt bij de post. Maar wat haar man doet, weet ze niet. Twee zoontjes, ja. Maar ik ben ervan overtuigd, zolang journalisten het eerste zijn om zo'n dingen te melden, dan hebben we toch de vinger aan de pols. Al krijg je wel soms die kritiek, we moesten het weer uit de pers lezen, ja. Ja. Is dat nu een compliment of niet? Ik weet niet. Ik vind dat dan eigenlijk nog wel een compliment. Dat wil zeggen dat ik tenminste mijn job gedaan heb, hè. Dat is een kaarsje, dat is iemand gestorven. Als je dochter om 3 uur 's nachts in Antwerpen op een politiekantoor moet halen onder invloed van drugs, Jesus Christ, wat in godsnaam is er gebeurd? Beste beentje voorzetten, hè? Ja. Onderschat het regio-nieuws niet. Ja, de CITO bestaat 50 jaar. En dat vieren we met de Smoking CITO. Heerlijk, met paprika en gerookt spek. En al 50 jaar met de hand geprikt. Het is onze verjaardag, hè? Hoera! De Smoking CITO, nieuw van Mora. Je wat zijn van nu doen. Maar ze is wel te vroeg van de loop. Mooi foto. Ben ik hier niet betrekken op het historische moment omdat hij op WhatsApp had? Ja. Tom is met op WhatsApp. Stop de pers. Stop de pers. Zit hij nog niet op WhatsApp? Wat? Alex Calleren, okay. Salut. Ja. Oké, in welke groep zit ik nu? Al die mensen. Ah, maar de groep verlaten. Oh, ik heb de groep verlaten, ik heb niets gedaan. Wacht. Ja, toen moet er terug in. Voeg mij toe. Oh, wat een ellende gewoon. Tom ontdekt WhatsApp. Voilà. Veel werk. Salut, hè. Korte Peter voor de kazoo. Ja, ideaal. Dat is voor u. Programma. Dank. Voilà. We gaan vooral voetjes fotograferen. En dan de paarden. Als er paarden vallen, dan moeten ze ook proberen op foto te hebben. Ja, dat is bij te volgen, hè. Ja, ik zie het. Ik weet dat er veel lezers eerst naar de regio gaan kijken. Omdat dat nieuwsdicht van bij de mensen is en het meeste aanbelangt. Goedemiddag. Hallo. Ik ben van het Nieuwsblad. Ah, Nieuwsblad.
Beste beentje voorzetten, hè? Ja. Ja, hè? Onderschat het regionieuws niet voor een lezer. Dat is zeer belangrijk. Jij bent ook overal gegaan. Ja, ja. Zoals wij. Ja. Is dat uw vrouw? Ja, dat is mijn vrouw. Ja, hallo. Ik ben Peter. Waar is vriend? Herman. Hallo. De blauwe connectie. Eigenlijk is dat een onafhankelijk, maar fijn dat die blauw gewerkt. Oh, zo. Ik ken veel volk. Ik ken veel mensen en veel mensen kennen mij. Dus ja. Ze komen gratis en ik kon hier nog betalen om te netwerken. Dus dat is toch gemakkelijk. Maar ik profiteer in ieder geval. Dat is een beetje water, maar ik ga geen champagne of zo gaan drinken. Dat ga ik nooit doen, want ik ben aan het werk. Dus dat ga ik nooit doen. Zeg, we gaan gewinnen, zo. Ik ga een beetje verbouwen, zo. Baby, moet even even een advertentie, zo. Allee. Een advertentie? Ik klaar me niet, allee. Vind ik niet aankomen dat je zit, zo. Fijs, ik kon nog een keer leggen, maar ik kon niet beloven. Nee? Nee. Ik bied aan. En wij moeten eigenlijk zeggen dat Jordi en Ronzo dat er een nieuwe garage komt met drie verdiepingen. Mercedes in drie verdiepingen. Komt Karambien. Een foto toen ik hier op straks. Die drie verdiepingen. Ja, dat ik overal iets mag in de krant staan. Als moet ik er sturen een rond zijn, niet snap mee. Dan zijn we met het foto. Dat is heel belangrijk voor mensen dat ze het nieuws van bij hen om de hoek vinden. Daarnaast zijn onze voelsprieten of onze antennes ter plekke. Het is goed, het is van mijn. Ik wist niet dat je een lelijke meisje misschien een daters koest. De ogen en de oren van de gazette. Ze hebben ooit gezegd, volgens de grootte van Kluisbergen, dat er enorm veel nieuws komt uit zo'n kleine gemeente. Zal ik een goede bril hebben, zeker? Een goede oren. Het is raar dat hier kunnen veel vips zitten. Waar hem koersen, pinten drinken en feesten. En dan zijn er zo twee gelukkigaards die daar moeten werken. Wat ze doen hier op voort vandaag, ik denk dat ze ook naar de vrouwen zitten kijken met een hoed. Een verhaal van een meisje van 15, een tragisch verhaal dat vanochtend door de Antwerpse politie is teruggevonden. Ouders gebeld, die zijn ter plaatse gekomen, die hebben dat meisje mee naar huis genomen. Meisje dat onder invloed van drugs die voorbije 10 dagen eigenlijk in een loverboys circuit zou terechtgekomen zijn. En mijn regio-collega Pieter ook heeft contact met die moeder, omdat die moeder een oproep had gedaan via Facebook. En ik kom ook ter plaatse omdat mijn chef en daar wel terecht ook een groot verhaal in zien. Dus hier woont die regio-gast. Lisa. Pieter, ça va? Zeker. Kom binnen. Hallo. Ik heb juist koffie gezet. Echt? Echt waar, ik was in de auto aan het denken. Een koffietje, dat zou nu een keer echt fantastisch zijn. Hoe laat is ze gevonden of zijn ze gevonden? Ja, in de nacht. Ze heeft dat niet gespeculeerd. S'nachts. In Antwerpen. Ja. En wat was zij dat tegen uw ouders? Ja. Ze was nog zeer moe. Fel vermagerd, zei haar moeder. Een beetje in de war. Ze had dagen niet gegeten, zei ze. Tegen haar wil ook opgesloten. Dat is alle gezeten van een gevaarlijk, maar toch potentieel strafverhaal. Hè, bedoel. Ja. Allee, je ziet wel in Vlaanderen, anno 2017, waar een meisje van 15, 10 dagen lang eigenlijk opgesloten wordt, terwijl ze aan de kermis gaat. Mensen die iets gedaan hebben, iets strafbaar gedaan hebben, iets uitgespookt hebben, iets dat niet mag, dat is eigenlijk verdiever. Daar schrijven wij dan over. Het woord zegt hetzelfde in het Frans, hè. Het kan van alles zijn, maar het is meestal dingen die normaal niet gebeuren en toch plots gebeuren. Plotse dingen. Dat is misschien nog het schoonste. Ja. Gaan wij eens rustig met die ouders praten. Zo? Ja, rechtdoor.
of nee, doe maar links, rechts. Rechts? Ja, rechts. Je kunt daar lang over discussiëren, vind ik, of dat allemaal heel relevant is. Maar ik stel vast dat mensen dat, of dat veel mensen dat ook wel willen weten. Zo. Dat is zo, hè, waar mensen in het weekend naar kijken, dat zijn crimiseries, hè, al die Scandinavische misdaadseries. Mensen zien dat graag. Alright. Hey, hallo. Bedankt dat we even mochten langskomen. Moeten wij ons schoenen uitdoen, mevrouw? Ja, dat begrijp ik. Andere dingen aan jullie hoofd. Soms kom je in een situatie dat je inderdaad mensen moet benaderen die je op dat moment eigenlijk nog niet helemaal wilt benaderen. En dan is het denk ik heel belangrijk dat je dat op de juiste manier doet en dat je dan niet schreeuwerig, heigerig als een aas hier naartoe gaat. Dat is zo raar, want dat zijn heel welgestelde mensen. Die wonen in een chique huis, die hebben niks tekort. Nee. Ik kan me voorstellen als je dan nu, als je dochter om 3 uur 's nachts in Antwerpen op een politiekantoor moet halen onder invloed van drugs, niet wetend wat ze de dagen voordien heeft gedaan met een tattoo op haar arm, dat je ook wel zoiets hebt van Jesus Christ, wat in godsnaam is... Lezen de ouders dat hun dochters het slachtoffer zijn geworden van tienerpooiers. Maar daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor, zegt het parket in Antwerpen. De meisjes zijn wel aangetroffen in omstandigheden die er ons doen hopen geen misdrijf te hebben moeten vaststellen. Het Antwerps parket heeft vanochtend een nogal verwarrend persbericht de wereld ingestuurd waarin dat ze zeggen dat er in Antwerpen momenteel geen onderzoek loopt naar die feiten. Wat dus het verhaal van die ouders een beetje onderuit dreigt te halen. Jij de telefoons terecht of mensen van de raad zeggen, staan verzonnen, is niet zoals het geschreven is. En dat moet u een beetje verdedigen en dat is nooit plezant. Maar we gaan dat wel op de een of andere manier moeten verklaren waarom dat parket van Antwerpen nu... En daar zo laks over doet. Hè? Maar laks, ja. Die meisjes zijn eigenlijk nog niet eens deftig veroord. Die zijn kort veroord en die flikker zegt, dat is precies een eindgoed. Al goed verhaal. Weglopertjes, oké, zo. Maar misschien heeft die mens zich vergist, hè? Of misschien... Dat is wel een heel pijnlijk. Ah, ja. Ofwel zijn die meisjes thuisgekomen en hebben die van alles verklaard. Dat niet strookt met wat er gebeurd is, hè? Alles wat je schrijft is waar... Dat is de betrachting toch? Wat natuurlijk zo is, als jij mij iets vertelt, jij kunt liegen tegen mij. En als ik dat niet doorzie en ik zet dat in de gazet, ik quote u daarop, kun je misleid worden natuurlijk. Maar als je in een loverboy verhaal zit, voelt je zelf ook geen slachtoffer. Ah, nee. En dat is wat complex maakt in deze zaak. Dat zij voelt zich waarschijnlijk geen slachtoffer. Maar ik vraag me af of we ooit de waarheid gaan te weten komen. Goedemiddag, Pieter hier van de Nationale Redactie van het Nieuwsblad. Ik wou u nog wat dingen vragen naar aanleiding van ons artikel. En heeft zij vandaag nog iets verklaard over die tienerpooiers waar dat je gisteren over sprak? En dus, ze is dagenlang volgens haar in die kelder geweest dan. En als ik het goed begrijp, vertelt zij eigenlijk nog niet alles. Wil ze niet veel kwijt over wat er de voorbije dagen gebeurd is dan? Oké, succes daar. Ja, dus hebben het stuk gelezen zeggen, wij staan 100% achter dat stuk wat je geschreven hebt, is wat dat verklaart. Tja, maar gisteren weten hadden ze al een stuk wel anders geschreven natuurlijk. Dan had er al wel een keer meer een zout tussen gezweerd, hè. Ja. Dat had veiliger geweest. Hè.